Het is vandaag maandag 13 december 1999. Het weer is koud en wat bibberig. Dat was Catharina Ooyens. En wat heeft hij meer voor nieuws? Oh, er is nog heel veel nieuws over AT5, over Kleurnet, over overspannen programmamakers. Ja, waar wij ook toe behoren allemaal, geloof ik. Die zitten nee, zo'n wij niet. Jij nog niet. Wij niet. Nou, nee, het is in ieder geval de nieuwsmix van Kleurnet maandag 13 december. 50 jaar geleden werd er iemand geboren in Leiden. Er stond een wief van iemand die nu volwassen is geworden. Althans, dat mogen we hopen. Ja. Vandaag namelijk Catharina Ooyens, een van de oud-gedienden samen met Helene Vermeer en ondersteunende Bert Kleine. Wat is er vandaag aan de hand? Ja, nou, er is inderdaad 50 jaar geleden iemand geboren met een korte beentjes en een lang bovenlijf. En die is op deze aarde gekomen als een echte dirigent. Een dirigent. Een echte dirigent. En 50 jaar later, dus nu vandaag, 13 december 1999, is het nog steeds de dirigent. Hij dirigeert nog steeds, ja. En zou hij vandaag tijd hebben voor zijn verjaardag? Dat is de vraag. Heeft hij überhaupt tijd om naar deze band te kijken? Al zeker weten. Want die band krijgt de meneer voorgescholden. Want wie is er vandaag 50 jaar geworden? Nou, L.S., hè? Nou, de heer Lucius Sala. Ingenieur. En Luc, er zijn een heleboel gasten in deze studio. En die willen jou graag iets vertellen. Ja, wij hebben inderdaad hier een aantal mensen, programmamakers van Kleurnet. Het is een beetje geïmproviseerd allemaal, ook voor onze kijkers, maar toch heel leuk. Een aantal mensen, ja, ze komen nu met z'n allen, geloof ik, massaal naar ons toe lopen. En om en om gaan we eens even met deze mensen praten, want, ja, kom maar op jongens. Je ziet ze ook, beste kijkers, ons beeld inlopen hier op Kleurnet, de 50ste verjaardag van meneer Luxara. Nou, wat een drukte. We missen er nog één. Er zijn nog meer mensen. Oh, veel meer mensen. Er zijn nog veel meer mensen. Niet iedereen verschijnt op beeld. Er zijn er een paar die iets willen zeggen, Luc. Ja. Jou. 50 jaar ben je echt de grote gast. Zullen we niet eerst met z'n allen even zingen? Waar ben je geweest? Feesthoed op. Camera op automatisch en feesthoed op, juffrouw cameravrouw. Alsjeblieft. Ja. En u ook, meneer. Oké. Luxala, 50 jaar vanuit de Kalverstudio met Catharina Ooyens, Helene Vermeer, Bert Kleine en al die anderen. Dus even kijken. Die kunnen we even kijken. Die staat helemaal vast, deze meneer. Jij bent Jesco Dubbelboer van het programma. Dat is heel mooi uitgedrukt. Dat programma Agora. Agora. Jesco. Yes. Ik hoop dat het geluid allemaal goed is, want je zit een beetje ver, hè? Ja, wel. Kom er even tussen zitten. Ik heb een luide stem, no problem. Oké, dan doen we even de microfoon een beetje recht, ook deze. Ja. Niesco, hoe lang zit je bij Kleurnet? En hoe ben je in contact gewonnen met Luxala? Ik ben echt absoluut een laatkomer, een laatbloeier sowieso. Ja? En het is geloof ik nu 2,5 maand geleden. En Luc die benaderde mij op een benefietavond van de slachtoffer van de aardbeving in Turkije. Ja. Een avond die we hadden georganiseerd met een aantal mensen. En toen vroeg hij mij, zoals hij dat kan met veel aplomp, jij moet een talkshow doen. Dat kennen we. Ik zei van, jongen, dat lijkt me ontzettend leuk. En wanneer en wat? Ja, volgende week. Ik zei, nou ja, goed, dat moet ik doen. En zo is het begonnen. En waar gaat dat programma over? Ja, het programma gaat over, het heet Agora, dat is het marktplein in Griekenland, in Athene. Waar de, zoals ik het steeds zeg, de roddel, de poëzie, de cultuur en de politiek en theater allemaal bedreven. Ja. Dus iedereen komt daar samen. En dit is mijn virtuele pleintje, zou ik kunnen noemen. Dat is een marktplein. Ja, daar wil ik even wat aan toevoegen. Weet je wat het leuke is van Luc? Ik ben zelf een paar jaar geleden begonnen met programma maken en nog niet eens
uit mezelf, maar wat heeft Luc gedaan op een dag? Die heeft een tape gestuurd van een programma wat ik met een kunstenaar had gemaakt. Op een school in de Oost. Ja. En die heeft tape opgestuurd naar Salto. En dat was mijn eerste subsidie die ik kreeg. Aha. Ja, je maakte kinderprogramma's toen of was het nog iets anders? Ja, kinderprogramma's. Ja. Nou, ik ken Luc al een paar jaar. Ik vond hem altijd, het is een ontzettend ongelijk projectiel. En ik ken hem, ik heb gewerkt voor de gemeente Amsterdam. En ik deed daar de stadsgesprekken en stadsdebatten over AT5. En Luc fietste natuurlijk met alle plezier dwars door alles heen. Mm-hmm. Maar dat vind ik juist de kwaliteit van die jongen, die ik ook altijd ontzettend in hem gewaardeerd heb. En wat ik echt even wil meegeven aan Luc, is dat er hing in het stadhuis, op de kamer van IJzer Kalk, die hij misschien nog wel kent, hing altijd een bord. En op het bord stond een spreuk van Voltaire. En dat was als volgt, dat ik ben het met elk woord wat u zegt oneens, maar ik zal tot aan mijn dood vechten dat u het recht blijft behouden om te zeggen wat u vindt. En dat is waar ik heel vaak aan moet denken als ik aan... Maar dat is ook typisch van toepassing over Luc. Oh, ik bedoel, Voltaire zou het tegen zo'n Luc Sala hebben kunnen zeggen. Hij is lastig, hij is vervelend, maar hij is waar. Maar hij is wel goed hard, vergeet dat niet. Zeker niet. Ik vind hem ontzettend goed en ik vind het verschrikkelijk belangrijk dat er zo figuur is in het Amsterdamse leven. Ja, in het Amsterdamse circuit. Dus dat Luc, nog 50 jaar voor. Dus in 2049 wordt Luc Sala 100 jaar, waarschijnlijk, hè? 100 jaar lastig. Onder het motto 100 jaar lastig. Dat met de kleur nationaal gezien. Ja, dat zijn we nationaal, dan kunnen we dure feesten demonstreren. Ook dat. Dat was jouw bijdrage. Heel graag. Bijdrage. Ja. Nou, we zien een hele prettige dag. Martijn. Oost-Europa. Oost-Europa televisie. Kom er even bij zitten. Waar is je feest toe? Nou, die zit ik nu even op je hoofd. Nou, los daar dan, in het toeter. Stel je, doe zo in de dupper. Okay. Dan krijg je niet zo'n grote kop. Oké. Okay. Nou, Martijn, ga je gang. Jongens. Oost-Europa en het Westerpark, geloof ik. Ik ben... Op de presentatoren van vandaag. Ja, inderdaad. Ik heb Luc leren kennen met Oost-Europa Televisie, het programma dat ik toen voor Salto maakte. En dat heeft hij op een gegeven moment gesteund toen we eigenlijk helemaal aan de grond zaten. En dat was geen geld. Later hebben we nou weer subsidie binnengehaald. Maar hij heeft dat wel gedurende een bepaalde periode echt in stand gehouden. Toen ben ik ook wat dingetjes voor Mysterie gaan doen, van alles en nog wat. En sinds Kleurnet begonnen is, ben ik inderdaad de eerste uitgenodigd om het Oost-Europa-programma voor te zetten. Dat hebben we Post-Oost-Europa genoemd. Dat bestaat nog steeds op Kleurnet? Bestaat een beetje, ja, het is een beetje onregelmatig. Maar je hebt ook een nieuw programma van. Precies, ik ben ook met een nieuw programma begonnen. Dat is in het kader van Stadsdeel Televisie. Dat is al een oud idee van Luc. En ik doe daar in het stadsdeel waar ik woon, Westerpark. Dat heet dan Westerpark TV. Nou, kun je in een Slavische taal, Oost-Europese taal, zeggen hartelijk gefeliciteerd? Oh, dat is heel lang geleden dat ik dat gedaan heb. Nou, dat probeer je, ja. Oké. Elieke, pas bij de Leo. Tibia. Ik feliciteer je met je 50ste verjaardag. En ik denk dat... bedankt voor Kleurnet, dat wou ik eerst maar zeggen. En ik denk dat het een groot succes wordt. Aan ons zal het niet liggen, Nick. Wij werken met z'n allen keihard om dit station finaal van de grond te krijgen. In die zin dat we de belangrijkste zender in Amsterdam, in Groot-Amsterdam gaan worden. Toch? Voor mij is het de belangrijkste.